We zijn gelukkig in heel goed contact met publieke gezondheid, met meerdere personen, waaronder mevrouw Marion Luisteraar-Passier, die iedereen inmiddels goed kent. Dat is een heel fijn contact, ook wederzijds. Wij geven hun heel veel informatie, zij geven ons informatie. Wij zullen ook gevisiteerd worden door hun binnen niet al te lange termijn, om te kijken waar wij mogelijkerwijs nog iets kunnen verbeteren. Dus tot op heden is dat een fijne samenwerking. Ik ga toch terug naar die testingcentrum. Ik zie hier, jullie hebben genoeg borden, jullie hebben genoeg veiligheid, laten we zo zeggen, genomen, zodat alles in orde gaat. Ja, dat klopt. Ten eerste is het natuurlijk heel belangrijk voor de mensen, onze disciplines die hier bij ons huren, voor onze eigen medewerkers. Dus wij hebben expres een testlocatie gecreëerd wat een aparte ingang heeft, dus achter ons gebouw. Daar word je middels borden naartoe verwezen. En het is ook wel belangrijk om te weten dat de mensen die wij testen zijn in principe mensen die geen symptomen hebben. Dus de kans op besmetting is eigenlijk net zo groot, of eigenlijk moet ik zeggen net zo klein, als iedereen die bij ons nu naar binnen komt. En daarnaast houden we ons natuurlijk heel strikt aan de hygiënemaatregelen met een mondkapje. En onze verpleegkundigen die zijn natuurlijk zeer strikt ook in ons afnameprotocol. U zei net, voor mensen die gaan reizen, zou iemand... die op Bonaire woont gewoon, die wil checken of hij geen COVID heeft. Kan hij ook bij jullie komen? Dat kan, dat is niet onze insteek op dit moment. Natuurlijk is dat mogelijk, maar de mensen die reizen, die gaan absoluut voor op dit moment. En de vraag is best wel enorm. Dus wij zitten daar niet per se op te wachten, maar dat is inderdaad mogelijk. Alleen wij zitten eigenlijk best wel met een heel strikte agenda, omdat natuurlijk mensen binnen een bepaalde periode voor vertrek getest moeten zijn. En dat verandert nogal eens de laatste tijd, maar dat zal onze agenda overheersen op dit moment. Hoe gaat het tot nu toe? Wij krijgen erg veel aanmeldingen, met name ook vanuit Amerika. Dat gaat eigenlijk met name in vanuit februari. We hebben ook veel aanmeldingen momenteel van mensen die activiteiten ontplooien hier op Bonaire, waarvoor een COVID-negatief uitslag benodigd is, met bepaalde beroepsgroepen bijvoorbeeld. Maar ook mensen die vanuit Bonaire vertrekken voor een dienstreis, die ook testen nodig hebben. Dus dat is het grootste aandeel momenteel. En ik verwacht dat dat enorm zal gaan verschuiven richting de toeristen. Het liefste via het e-mailadres, dat is pcr@bonbira.com. Daarnaast hebben we een telefoonnummer, wat ook een WhatsApp-nummer is, 787-5687. Dat is ook bereikbaar daarvoor. Via de mail is voor ons prettiger, want dat kunnen we beter plannen en we beloven binnen een dag antwoord. En mochten er vragen zijn, die zijn ook te vinden op onze website, www.bonbira.com.